Goedendag, we zijn Toon. Matthias. Van PTS Campus Mechelen. De drie pijlers in onze school zijn wetenschappen, techniek en tuinbouw. Vandaag gaan we op bezoek bij oud-leerlingen in onze groensector. Onze eerste tussenstop is het tuinbouwbedrijf van Jarit de Weert. Gestudeerd. Ik heb tuinbouwtechnieken aangestudeerd in de PTS in Mechelen. Na de PTS heb ik eerst een korte periode thuis gewerkt bij het bedrijf van mijn vader, om daarna op een groter bedrijf als bedrijfsleider te werken. Ik ben in 2009 begonnen met bouwen in dit bedrijf. Dan was dat 1,5 hectare groot. Dan heb ik in 2013 nog 0,5 hectare bijgebouwd. En dan heb ik in 2015 nog eens 2 hectare bijgebouwd. Hoe ziet een normale werkdag er voor jou uit? Een werkdag voor mij die begint vroeg. Vroeg in de morgen begin ik met de bestellingen aan te kijken, alles klaar te zetten voor het personeel, om dan samen met hun die bestellingen klaar te maken. Daarna rijd ik met die bestellingen naar de veiling. Tegen de late namiddag ben ik terug thuis, dan volg ik alles nog eens op. Daarna begin ik meestal aan mijn papierwerk. Onze volgende tussenstop is tuinaanlegger Christophe van Vlasselaar. Wat hebt u gestudeerd? Ik heb de richting tuinbouw gevolgd. Ik heb ook de richting tuinbouw gevolgd. Wat heeft u na de PTS gedaan? Dan heb ik nog 3 jaar tuin- en landschapsarchitectuur gaan studeren in Vilvoorde. En daarna ben ik dan gestart met werken. En ik ben 8 jaar geleden hier begonnen in de firma bij Christophe. Wanneer hebt u het bedrijf opgestart? Dat is opgestart door mijn vader in 1989. En nu sinds 3 jaar is mijn vader met pensioen en heb ik het overgenomen. Hoe ziet een normale werkdag er voor u uit? We beginnen om 7 uur. Dan overleggen we eigenlijk hoe dat de werkdag er algemeen wat gaat uitzien. En dan bespreek ik ook met Sietse hoe dat we de werken gaan verdelen en hoe dat we het gaan organiseren in de werfstelling. En onze laatste stop is dan Sinterklaas. Wat hebt u gestudeerd? Ik heb aan de PTS biotechnische wetenschappen gestudeerd. Na de PTS ben ik chemie gaan studeren, voor ik hier mee in de zaak ben gegaan. Het bedrijf is opgestart door mijn vader, die ook in de PTS gezeten heeft in 1990. En we hebben ook verschillende mensen in dienst die ook op de PTS gestudeerd hebben. Hoe ziet een normale werkdag er voor jou uit? Een normale werkdag kan zijn dat hij start om 6 uur met bloemen te kuisen of in de kwekerij de planten te verzorgen. En vanaf 9 uur draait alles rond de winkel eigenlijk. Zo zie je maar, een technische opleiding biedt zeer veel mogelijkheden. Ik zou er graag zo rap mogelijk aan beginnen.